Middag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we goed zien dat een flink deel van Nederland met bewolking te maken heeft. Veel meer bewolking dan wij ook verwacht hadden. We hebben namelijk te maken met een lage drukgebied waaromheen een koufront zit. Dat koufront dat komt vanuit het westen dichterbij. Aan de voorzijde wordt warme lucht aangevoerd vanuit het zuidwesten. Maar die lucht is ook tamelijk vochtig. En in die vochtige lucht is dus die bewolking ontstaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de temperatuur op veel plaatsen niet tot de zomerse hoogte is gestegen die in de verwachting stond. Nou, vanavond gaat de bewolking in het hele land uiteindelijk overheersen en er komt ook uiteindelijk neerslag onze kant op. Op de radarbeelden kunnen we de neerslag al boven de Britse eilanden zien liggen. Dat komt dus dichterbij. In de loop van de avond, ik denk waarschijnlijk de tweede helft van de avond, valt de eerste regen in het westen van het land. In het oosten zijn dan nog een paar brede opklaringen, maar dus ook nog steeds een aantal wolkenvelden. Komende nacht is het dan overwegend bewolkt en een gebied met buigenregen trekt van west naar oost over het land. Er kan een klap onweer bij zitten en de temperatuur daalt naar ongeveer 16 of 15 graden. Dan morgenochtend. In de oostelijke helft van het land nog steeds overwegend bewolkt en wat regen. De regen trekt wel geleidelijk aan weg. In de middag breekt vanuit het westen dan op steeds meer plaatsen de zon echt flink door. Maar langs de oostgrens kan het nog wel tot later in de middag duren voordat ook daar de zon erbij komt. De wind is matig of zwak boven land, windkracht 2 tot 3 en waait uit het westen tot noordwesten. Dan draag ik Het weekend verloopt heel aardig met afwisselend wolken en zon, met name op de zaterdag meer zonneschijn, zondag alweer wat meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 23 of 24 graden en er waait een matige aan zee soms nog wat vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Op maandag een westelijke wind matig, kracht 3 of 4, dan veel bewolking waarschijnlijk af en toe ook wel wat zon en verspreid in het land mogelijk een spatje regen uit het wolkendek. Blijft dus Lang niet overal droog op die dag. Ja, en kijken we dan nog eventjes wat verder vooruit, dan zien we dat zomerse hitte eigenlijk niet meer op de kater staat. Temperaturen af en toe wel tegen de 25 graden in het binnenland, maar we zien ook dat later in de volgende week de temperatuur een dalende tendens vertoont. Sterker nog, het zou op vrijdag, zaterdag en zondag, dus het weekend over een week, wel eens amper aan 20 graden kunnen worden overdag. Dat zijn toch wel echt koele zomerdagen en dat is een hele tijd geleden dat we die gehad hebben. In de nachten ligt de temperatuur meestal rond een graad of 15, maar een enkele nacht koelt er wat verder af. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.